Hey, en leuk dat je kent deze gloednummer review. Dit keer vanuit Groningen, vanaf de herfstkermis. Het is de vierde keer dat we de kermis gaan bezoeken. Voor de tweede keer de herfstkermis. Dus ook het tweede jaar dat we hier zijn. Het heeft altijd wel een leuke lijst, een leuke opstelling. Vorig jaar was hij leuk. Dit jaar was hij iets minder. Maar er staat er wel een mooie topzaken. Zo gaan we hier een breakdance opzoeken die we voor het laatst in Xanten hebben gezien op de Frontlight Namskirmes. En dat is ook wel een van mijn favoriete breakdancers. Natuurlijk staat hier een mooie Muziek Express en andere leuke zaken die we verleden jaar hebben gedaan. Lieve Lloyd, voor het gevoel komen we bij een mooie reportage. Dat is maar hier uit Gronau. Dat is die vierde maal dat ik hier ben. Voor die tweede maal op de herfstkermis. En dan hebben we ook twee maal die vroegjaarskermis bezocht hier. Gronau hebben zeer schöne attractionen. Een zeer goede kermisplaats met zeer goede Fahrgeschäften. En we gaan hier een breakdancer. Nu moet je eens varen van Schausta Piontek. En dat is mijn favoriete breakdancer hier in ganz Duitsland, van de nummertjes 1. En dan is hier nog een Muziek Express van Krabbe. En nog meer veel schöne Fahrgeschäften. En veel spaß met de reportage hier uit Gronau. Dames en heren, ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier vanuit Gronau, vanaf de herfstkermis. Van Krabbe. Krabbe komt even hier uit Gronau vandaan. Staat dus altijd op een eigen thuiskermis. Dit is de vierde keer dat we hem tegenkomen en er is een muziekexpress gebouwd bij Makkruis uit Waldkirch, vlakbij Europa Park, tegen de Franse grens aan. Het is een leuk om te zien om te doen. Niet een van mijn favorieten, dat is nog steeds een slagerexpress. En eventueel de muziekexpress die we volgende week gaan tegenkomen. Tevens de muziekexpress die we in Oldenburg hebben gedaan. Dat is ook een hele goede, maar dit is ook wel een leuk om te zien om te doen. Ja, het dak is nog steeds wel van binnen een beetje kaal, wel met moving heads. En spots en leuke lasers. Maar ja, het is een leuk om te doen, maar niet echt één van de beste die ik tot nu toe heb gedaan hier in Duitsland. Maar verder is het wel een mooi om te zien en om te doen. En zo gaan we door richting de volgende zaken. Dat is deze een autoscooter. Goed ja, lieve Leute, die nächste Attraktion is de Formule 1 van Heidmann. Een autoscooter van Hersteller Bertasson uit Italië en Reverson uit Frankrijk. Dames en heren, de volgende attractie is de Formule 1
van Heidman. Die staan hier eigenlijk altijd wel op de voorjaar en op de najaar. Ofwel op de voorjaarskermis en op de herfstkermis staan ze altijd. Tevens is het een uitscooter gebouwd bij Reveson. Ja, in ieder geval de tent is dan van Reveson, maar de scooters die erop staan. Anders heb je natuurlijk geen uitscooter. Die zijn van Bertazon uit Italië. En dan de tent uit Frankrijk van Reveson. Dus ja, leuke combinaties. Ja, deze staat eigenlijk altijd hier wel vast. Zometeen komen we de onderuit scooter tegen van Petter. En ja, die staat hier eigenlijk ook wel vast. En die staat in kwartslag gedraaid, dan normaal gesproken. En zo gaan we door richting de volgende attracties. En dan gaan we naar mijn favoriete breakdance toe. Ja, lieve Leute, die nächste Attraktion ist ein Babysport und ein Fahrgeschäft für kleine Kinder. Und das Dschungelreise, das ist die zweite und die dritte Mal, dass wir diese sehen und diese Buggybahn. Und ja, ist eine sehr schöne Buggybahn mit Dekorationen, mit Animatronics und die Rook. Want super geil, ja. Een zeer schöne Babysport. En ik wist niet welke Hersteller en welke Schausteller. En dat is een zeer schöne Buggybahn. Ja, dames en heren, we komen aan bij de volgende zaak. De Stevens een Buggybahn. Jungle reizen. Het is de tweede of derde keer dat we hem hier tegenkomen. Maar het is een hele mooie buggybaan om te zien. Heel mooi gedecoreerd. Leuk met animatronics, met knuffels. De achterwand ziet er heel mooi uit. De bovenwand. Ja, het dak ziet er wel heel mooi eruit. Maar ja, dat is altijd Duits. Simpel, maar heel, heel mooi afgewerkt. In ieder geval, het is een hele mooie buggybaan. Ja, voor de kleine kids. En zo gaan we door richting de volgende attracties en daar komen mijn favoriete breakdance tegen. Ja, lieve Leute, die nächste Attraktion ist eine Kinderkarussell NASA von Stippich aus Soest. In 2024 gehen wir auch nach Soest, nach die Allerheiligkirmes. Und das ist eine sehr schöne Fahrgeschäft für die kleinen Kinder. Und die nächste Attraktion ist der Breakdance von Piontech. Und das ist meine favorite Breakdance, nämlich der 1 von Deutschland. Ich bin das erste Mal gesehen und auch gefahren. Was in Xanten und da haben wir keine Onride, auch keine Offride gemacht. Und das war es hier und in 2022. Und ja, das ist eine sehr schöne Breakdance mit Pop und eine sehr schöne Suche haben sie und eine sehr schöne Rückwand. Und ja, und das ist hier auch mit einer Party. Ja, dames en heren, so kommen wir an bei der volgende Zeit. Das ist der Breakdance, nummertje 1. Reisstande Piontech. Wir haben ihn hier vorig Jahr, op de voorjaar voor het eerst gedaan. Ja. Wat heb ik ervan genoten? Het heeft een hele mooie achterwand, het heeft een hele mooie rit, een hele goede show. Ja, echt ongelooflijk. Sinds vorig jaar is dit ook mijn favoriete breakdance om te doen voor het laatst gedaan in Xant op de Frontleg Namskirmes. En ja, daar heb ik gewoon lekker genoten. Geen onride, geen offride gemaakt. Gewoon lekker genoten en hier hebben we vorig jaar op de voorjaarskermis gedaan en ja, het heeft wel mijn hart veroverd. Ofwel de breakdance nummertje 1 van Piontech, gebouwd bij Hust uit het mooie Bremen. En zo gaan we door richting de volgende zaak en dan is deze weer een uitscooter, de tweede uitscooter die hier op Rono staat. Ja, lieve Leute, van die breakdance van Piontech gehen wir naar die nächste Attraktion, dat is de uitscooter van Petter. Ik denk aus Paderborn, dat weet ik niet. Ja, dames en heren, de volgende zaak is de uitscooter Reisstande Petter. Deze staat hier altijd ook wel vastgeroest, maar nu een kwartslag gedraaid. Deze uitscooter is gebouwd bij Bertazon uit Italië. De tent zelf weet ik niet, maar deze staat hier altijd wel vastgeroest. Ja, lieve Leute, de showsteller is Petter uit Paderborn. En de hersteller is Bertazon uit Italië.
Omdat normal dat deze uitschutten hier staan. En ja, het is een zeer grote uitschutten hier in Gronau. En we gaan naar die Nestattraktion. En dat is de Adventure van heute. Voor de laatste Mal gezien in Meurs. En ja, lieve Leute, we gaan naar die Nestattraktion, dat die Adventure van heute. Ein Witz von Kovacs Plus aus Tschechien. Und das ist das zweite Mal, dass wir hier fahren. Und das erste Mal war es in Mörs. Das war eine sehr schöne Kirmes. Und das letzte Mal, dass wir hier haben gefahren, das war 2023. Und das ist eine sehr schöne Witz mit Wasser und Bergespiel. Ja, super geil. Ja, das ist die volgende Attraktion. Das ist das Adventure von. Voor de laatste keer gezien, niet gedaan. Dat was nou in Meurs, op de zomerkermis. Maar toen we deze voor het laatst hadden gedaan, dat was in 2022, op de voorjaar, op de herfstkermis. Het leukste is als we zo meteen het waterspeltje gaan spelen. Want dan moet je het bekertje in je mond houden. En dan kijken wie het meeste erin houdt. Die krijgen een gratis rit. Maar dat is altijd een leuk spelletje op de Duitse wippen. En deze is deze wip gebouwd bij Kovacs Plus uit Tsjechië. En ja, ik vind nog steeds dat ze dat ook in Nederland moeten gaan doen. Het Wasser- en Bergspiel in Nederland. Zo gaan we door naar de volgende attractie, die voor het laatst nog in dit hebben gezien en hebben gedaan. Ja, de volgende attractie is de reportage van Sascha Lentner. Een mooie, ja, witmoen. En dat is in Zoestang. Ja, dat is weer. Bij de volgende attractie is deze reportage van Lentner. Voor de laatste keer gedaan in de Weert. Op de Weertkermis. Dat was echt een verrassing dat hij daar naartoe zou komen. In ieder geval, dit is een Movie 24 gebouwd bij KMG. Ja, lieve Leute, dat is die reportage van Sascha Lentner. Een KMG Movie 24 uit Nederland. En in 2024 hebben we in Nederland ook een Movie 24. En ja, we hebben een vaart gemaakt in Weert van Reimers. En ja, dat is weer. Dat kunnen we dus hier leggen. En in Weert hebben we dus een voorproefje gekregen van de exploitant. Die in 2024 ook met de Movie 24 in Nederland zal gaan reizen. En ja, met Duitsland, die remote is eind van die beste attractionen hier in Duitsland. Hier in Nordrhein-Westfalen en ook in andere Zoestad. Wie zijn hier einsteigen, Zoestagen? Ja. Moet je eens pas maken, dat is een van die beste Lieblingskarussel. Ja, dames en heren. Als je tegenkomt hier in Duitsland, gewoon gegarandeerd instappen, want je hebt een hele goede rit en een hele goede show erop. Hij draait hier voor 5 euro. Maar eigenlijk zou hij hier niet verpacht staan. Ik had het genomen van iemand dat hier eigenlijk een funhouse zou staan. Maar ja, dus die is gekomen op dagen op een of andere manier. En dan is deze als plaatsvervangende. Dus hoe mooi kan je hem hebben? En zo gaan we door richting de laatste attracties. Ja, lieve Leute, die nächste Attraktion ist World 3000. Eine 7-Day Simulator von Schaustelle Welt. Und für das mal gesehen hier in letzten Jahren. Und ja, ich liebe nichts von den Simulator-Attraktionen. Ja, da ist nichts. Wir sind bei der Vondersaak 7-Day Simulator. New World 3000. Reis van de Welt op verschillende kermissen gezien. Ik doe hem bijna nooit, omdat ik er niet echt zo'n voorstander van ben. En die nächste Attraktion is een babysport, een kinderkarussel. Ja, dat is een van de laatste zaken. En dat is dan een babysport. Reizen, ik weet niet precies om wie. Misschien wel een jeurling, dat weet ik niet. En zo gaan we door richting de laatste attractie, helaas alweer hier in Gronau.
Charlie Beloit, die letzte Attraktion. Das ist Disco Swing von Jünling. Ein Twister und Bats. Und der Gondel ist von Kiel. Die letzte Mal haben wir diese gefahren. In 2022 auf der Herbstkirmes. Ja, das ist die Herbstkirmes. Die erste Mal gefahren, eine Twister. Und das eine sehr schöne Familienfahrt geschafft hier in Deutschland. Und in Niederland haben wir zwei. Die Freizeitparke oder ein oder Freizeitparke und dann haben wir auch noch in Niederland ein auch um die Kirmes gefahren und ja und wir gehen hier eine Ohrheit und auch eine Offenheit und machen von der Disco Swing von Jüling ja da ist der so kann man bei der volgende Sache beschreiben de Disco Swing van Jüling een type twister verbouwd bij Vaat en Gondels zijn van Il. Dit is de tweede keer dat we tegenkomen hier. En ja, voor het laatste dag 2022, vorig jaar op de herfstkermis. Of op de voorjaarskermis wat we hadden gestaan. Maar volgens mij was het de herfstkermis. Ja, daar hebben we een rondje opgemaakt. Dat gaan we nou hier weer doen. En dit is helaas nog weer de laatste attractie. En zo gaan we richting het einde toe. Hier in Gronau. En dat hebben we nog een kinderkarussel van Walter Rocher. Ik denk hier uit Gronau. Ja, dames en heren, daar hebben we hier nog een kinderkarussel van Walt Rogge. Deze staat hier ook altijd. Echt leuk voor de kids. En zo gaan we terug richting de Muziek Express van Krabbe. Ja, lieve Lloyd, de herfstkirmes hier in Gronau. Aber es war eine sehr schöne Kirmes, nicht die beste Kirmes, sondern eine sehr schöne Kirmes mit meinem Favoriten Breakdance von Piontech, eine sehr schöne Musikexpress von Krabbe und die stehen hier auch sieht. Und ja, die Robotics von Sascha Lenzner. Ja, dames en heren, hierbij hoop ik weer dat je hebt genoten van deze leuke review hier vanuit Gronau, vanaf de herfstkermis. Het was een leuke editie, leuke kermis, maar niet de beste, als ik eerlijk mag zeggen. Wel leuk om de breakdance van Piontech weer gedaan te hebben. Leuk om weer de robotics van Sascha Lenzner gezien te hebben. Dus voor de laatste keer gedaan in Weert bij Night en daar hebben we dus een voorproefje gehad. Van Reindert. Ik heb vernomen van een kermisfan die ik hier heb gesproken dat Reindert een gloedje nieuw krijgt. Maar dat durf ik dus niet te zeggen. Van anderen hoor ik weer van het wordt een tweedehands uit Zweden of uit het hoge noorden van Europa. Ivan, ik laat me gewoon lekker verrassen in 2024. Maar had je het niet gedaan, vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op de YouTube kanaal Dutch Coast Community abonneren voor leuke reviews, vlogs, oorreis en afreis vanaf kerst en pretparken. En hier uit Gronau zeg ik tjus, auf Wiedersehen, goodbye. En oh ja, zometeen gaan we nog naar Losser toe. Een paar hele mooie zaken opzoeken, maar dat is weer helaas in Nederland. En volgende week gaan we dan naar Gallimard toe. In Leer.